We staan vandaag in Toverland en bij elke keer dat één van mijn vrienden schrikt, krijg ik een euro. En degene die uiteindelijk de minste euro's heeft ingeleverd, die wint de hele pot met geld. Ik denk dat ik ga verliezen op Jack. De rest zit allemaal in de achtbaan, dus ik kom zo meteen langs. Het is nu nog een beetje licht, maar als het donker begint te worden, dan wordt het spannend. Dag, ja, zie je, kijk, ik schrik sowieso oprecht heel snel. We gaan even wachten dat ze voorbij komen. En zodra het donker begint te worden, dan begint ook echt de challenge. Ze zitten met z'n allen in de achtbaan. Oh mijn god. Maar nu is het eerst tijd om eventjes van de attracties te genieten. Wat een terror. Ja, durf je het aan? Nee, je eerste achtbaan. Nee, hoe gaat het niet vast? Je zit gewoon zo, zonder gordel. Oh! 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 Hij was hem al. Easy. Maar voordat we verder gaan met deze video heb ik nog een leuke challenge voor jullie. Like deze video met je kleine teen en spel het woord spreek letter voor letter in de comments. En als dat is gelukt, dan krijg je van mij een hartje. Oh ja, en in elke video geef ik aan één van jullie vrijkaartjes weg van Bounce Valley. En die kan je gebruiken door heel Nederland. Maar nu was het eerst tijd om wat enge spookhuizen te bezoeken. Want ja, die heeft Toverland er ook genoeg. Helaas mochten we in de spookhuis dus ook nog niks filmen, want dan zouden we alles al verklappen voor jullie. Ja, dat is een stukje dat je naar beneden moet doen. Wacht eens, niet hoe ze ineens kruipen. Maar waar we dus wel mochten filmen, waren alle scare zones. En die waren pittig eng. Het is tijd voor level nummer 1. We beginnen makkelijk en we gaan steeds wat omhoog. Wat is een schrikreactie? Is dat al... Bah! Ja, dat, dit. Ja, dit, ja, dat. Ik zie nog niemand, jongens. Dat zijn de eerste lijken, daar hou ik niet van. Oh mijn god. Oh, dat was er bijna niet, hè? Nou, hier, prima. Kijk, als hij het durft, dan durven wij het helemaal. Ja, maar dit komt helemaal goed. En toch wel, hè? Ja. Ja, zie je? Nou, kom maar hier met die euro. Ja, Marinka! Nu al, Marinka. Nog een euro! Eindstand van de eerste ronde, 2 euro. Marinka gaat nog niet zo goed, hè? Ik hoop dat het andere team minder vaak schrikt. En wat heeft het andere team geluk dat ze zo'n grote, stoere kerel bij zich hebben lopen met een mooie bril. Ik merk toch wel echt dat ik best snel schrik. Oprecht, dit valt nog mee. Straks in de video wordt het alleen maar erger. Het is tijd voor level nummer 2. We gaan met z'n allen. Nou, we kunnen. Ja, nee. Kom. Wow, dit hebben wij toch? Dit hebben wij, Tim. Wij komen in vrede. Oh! Ah, ja. Gaat via euro. Eurotje. Dus jullie moeten bij de camera lopen. Eurotje! Ja, daar ga je niet bij schrikken. Ja, dat maakt niet uit. Gaat ze? Schrok je van mij? Nee, deze schrik ik niet. Oh! Ja, jij duwde mij! Ja! Jij duwde mij! Euro. Jij zou mij te duwen! 2 euro! Kutzooi! 2 euro, weg! Met dat ding! Oh! Ja, ja, nee! Nummertje 3! Nee. Heb je nog een euro? Oh, nee, wat een schrik! Nee, nou weer een, alsjeblieft. Level nummer 3 was natuurlijk nog weer een stapje enger dan level nummer 2. En voor de verandering hadden we de groepjes ook even gewijzigd. Extra spannend, ik hoor dat dit wel echt een spannend is. Eén van de engere. Ja, oude euro's bij, we gaan die kant op. Kijk, dat is al, daar loopt al wat. Er loopt iemand achter ons aan, hè? Dat hebben we door. Oh mijn god. Daar loopt iemand. Oh mijn god.
Hij loopt er nog steeds. Nu. Deze is heel eng. Nee, deze valt mee. Ik schrok bijna van dat. Ja, ik vind deze wel meevallen. Ga weg! Luc, blijf bij mij! Luc, jij moet bij mij blijven. Oké, Luc, kom. Allebei een eurotje. Eurotje. Nou, we gaan weer terug. We moeten er wel doorheen terug, hè? Ja. Nou, kom. En nu was het tijd voor de tweede groep. En die waren vastberaden om niet te schrikken. Ja. Let's go, jongens. Niet schrikken. Kan niks gebeuren. Wow! Eurotje. Oh mijn god, deze was kapot. Nee, ja! Zo! Kijk, daar. Nog een eurotje voor mij. What the fuck? Heb je het niet koud? Ah! Wat? Verdomme! Weer een eurotje voor Miedema. Ah! Nog een eurotje! Nog een eurotje! Ah! Ja, Luc, euro! Luc, een euro! Eurotje voor Luc! Ah! Zo! Ja, ik ben blut! De laatste eurotje. Jij ook? Hé, hey, dit tikt aan! Oh, dit zijn die zeebeesten! Dat was hem! En nu we alle levels hebben gehad, en alle schrikmomenten natuurlijk, was het tijd voor het laatste level. En die was ook gelijk het engste. Het is tijd voor de allerlaatste, level nummer 5. Helemaal achter op het park. Ik heb niet veel euro's meer. Ik heb volgens mij nog 1 euro. En dan heb ik budget geleend, hè. Dat heb ik geleend van mensen. We hebben ook de 4 bangsten. Let's go! Die kant op! Ja, dit is kut. Dit is vervelend. Nee, ze komen met z'n allen! Luc! Nou, weg! Oh, Marinka! Euro! Oh. Jongens, dit wordt mijn ronde. Ik ga geen enkel keer schrikken. We zijn er bijna. Zo eng, hè? We zijn er bijna. Dan heb ik het. Oh! Ja, kutzooi. Nog een eurotje. Luc, komt u maar. Ik heb geen euro meer. Ik ben klaar. Zijn we klaar? Safe, 1 keer. Of was het hem al? Ja, dit was hem. Ik heb nog 10 euro. We gaan dit tellen en dit is straks voor de winnaar. We gaan de vuurwerkshow bekijken en dan gaan we kijken wie dit krijgt. En ik ben er eigenlijk gelijk vandaag alweer achter gekomen dat ik dus best wel snel schrik. Ik wist echt niet dat ik dit in me had. Ik wil Toverland natuurlijk nog heel erg bedanken voor de fantastisch goede zorgen en vooral de goede beveiliging. Want zonder jullie hadden we niet door het park heen kunnen lopen. Dit was echt top. We hebben een topavond gehad. Fantastisch! We zijn aan het einde gekomen. Ik heb de mensen bij me die geen één keer geschrokken zijn. Maar ik kan er maar 1 winnen natuurlijk. En dat yes, ben ik dank niet. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Steenpie Schaar. Hoezo, ze geeft mij een schokje. Nee, Steenpie Schaar. Steenpie Schaar. Pot van 30 euro krijgt. Dat is maar liefst 30 keer zijn mensen geschrokken in deze. Nee, dat zijn allemaal veel. Zieltjes, hè. Let's go. Kan niet. Nee. Pop op. Ja, wij niet. Ja. Yes. Kijk, dankjewel, ik ga met de zieltjes naar huis. Jongens, bedankt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. En abonneren. Zijn we gratis. Ja, doei!